deze video sneller dan 3 seconden, of anders kan ik jullie opeten. Hallo guys, welkom bij een nieuwe video. En in deze video wil ik één ding aan jullie vragen. Like deze video nu in 3 seconden tijd. Anders ga je ook opgesloten zitten op een Siren Head Island. Met allerlei verschillende Siren Heads en Cartoon Cats. En dat wil je niet hebben. Je hebt een Cartoon Cat gehoord. Like het dus. Vergeet even niet te abonneren op dit kanaal met een belletje aan. En zorg ervoor dat je bijvoorbeeld de social media links staat in de beschrijving. Ik ga ze niet eens opnoemen. Weet je wat? Wij gaan lekker beginnen met de game. As you can see, we are on an island, right? Oké, we gaan geen Engels praten. We zitten op een Nederlands account. Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt. Als wij namelijk te maken krijgen met Siren Head en alles. Laat ook even zorgen dat we zaklamp bij de hand hebben. En als het goed is, zijn de monsters dan ook actief? En oh my god, ik ben zo benieuwd wat er gaat gebeuren nu. Waar komt dat vandaan? Wat was dat? Oh my god, ik ben nu gewoon bijna dood. Waar komt dat vandaan? Wie maakt er nou weer ruzie? Oh my god, waar? Van waar dan? Ik heb oprecht geen idee. En wat gebeurt er? Wordt er iemand in elkaar gemapt of zo? Oh my god. Worden die gewoon keihard beschoten, guys? Oh mijn god. Oké, we gaan nu naar beneden toe. Ik ben benieuwd of we dit kunnen overleven op zo'n eiland als dit. Oké, veilig. Maar dit is niet echt bepaald chill. Stel je bent lekker aan het chillen in een huis. En ineens val je gewoon in een gat. Omdat je gewoon onwetend bent, man. Oké, waar komt het allemaal vandaan? Van wat? Via welke hoek? Oh, daar! Oh mijn god! Oh, dat is eng, man. Ik zie Siren net lopen. Wie schiet er op mij? Ik kan niet zien wie het is. Oh, dat is Chucky! Nee, maar die schiet helemaal niet op mij. En we hebben Chop daar zo. Arme Chop. Chucky, oh my god. What are you doing there? Ik vind het wel heel spannend, man. Gaat Chop ze aanvallen? Of gaat Chop straks mij aanvallen? Ik wil het liever niet hebben. We gaan ons even reviven, mensen. Oh my god. Lighthead is daar zo. Iedere monster is maar in de buurt. Zullen we gewoon een podium wagen naar beneden te komen? Ik denk het wel, hè. Aangezien net als Cartoon ook eigenlijk al bijna raak werd geschoten, is maar eens tijd om naar beneden te gaan. We zien daar Siren net lopen. Ik weet niet of het heel verstandig is. Laten wij in ieder geval onze flashlights erbij pakken, man. Dit wordt echt één spannende zooi hier zo. Ik wil straks niet in elkaar gaan, maar hier hebben we de badkamer. Dit wordt echt een spannendste. Nu gaan we de deur uit. Ik denk beter wel bewapend of zo, want anders ga ik gewoon dood. En dat wil ik liever niet hebben. Kan ik hem ook hiden hier of zo? Of niet? Oh, daar is hij. Chucky! Nee, Chucky! Ja, Chucky, die kunnen we volgende keer kon ook al niet dood krijgen. Oké. Siren Head? Oh, ik raak hem niet eens. Hoe dan? Oh my god, ik wil graag de Siren Head. Nee. Hoe raak ik hem niet? Oh, Lighthead die slaat gewoon het glas door. Oh my god, nee. Maar, kijk die back van Siren Head. Ik kom er gewoon helemaal overuit, joh. Zo, hij heeft een grote kop. Dat weet je ondertussen ook wel, ja. Dit is echt spannend, man. En dan als we een pijp omgooien. Ik weet niet of het heel verstandig is. Holy damn. Heb je de hele boel opgeblazen? Hebben we al mensen vermoord of niet? We hebben wel de hens even de fik gestoken hier, hè. Ik weet niet of het heel verstandig is. Oh, Siren Head wil mij stampen, guys. Oh my god. Dit wordt even partij spannend. Ik weet niet of het heel slim is. Laat even een hakbel pakken. Kan een Siren Head niet raken of zo? Hoe dan? Oké, eindelijk. Hè? Oh, laten we even gelijk Siren Head doodmaken, mensen. Oh my god. Ik moet toch overleven op het eiland. Dus hij moet maar eens zien te binnen te komen. We hebben hem hier van naar buiten gesmeten, dus... Dat is mooi. Oké, hoe ga ik hem raken eigenlijk? Oké, we moeten sowieso even het rode punt hebben. Dus hier zo, hè. Oké, maar waar zit zijn kop? Ik wil dat echt weten. Oh. Maar waarom zit hij eigenlijk zo'n poesje binnen te blijven? Ik zie hier Lighthead. Hij is ook een beetje aan het ronddwarrelen hier. Maar Lighthead die vindt dat niet zo heel tof wat ik aan het doen ben hier. Kom Lighthead. Oké. Zo. Oh, andere Lighthead daar. Holy damn. Ik hoor van twee kanten ballen aangevallen hier. Ja, die twee zijn gewoon familie. Dat kan niet anders. Zo. Dit is gewoon familie Lighthead tegen mij. En dan Siren Head zo meteen zeker.
Oh, mijn Sirenet zit opgesloten. I'm sorry, Sirenet. Oké, die Lighthead is dood. Deze? Nog niet. Tijd om een einde aan te maken, vriend. Blijf staan. Oh. Het wordt alweer bijna dicht, joh. Holy damn. Ik heb gewoon bijna heel de nacht een gevolg tegen. Het is echt lastig om te raken, Lighthead. Weet je wat het is? Je raakt hem wel. Maar omdat hij gewoon anders gedesigned is of zo, ik weet het niet. Oh my god, Lighthead. Please, let me survive. Waar is eigenlijk de rest? Ik ben wel benieuwd wie er eigenlijk allemaal waren, want ik heb niet meer iedereen gezien. Like, what the fuck. Oké, okay, wegwezen hier. Laat ze hem achter me aankomen. Oké, okay, dat is niet echt de beste optie, Dally. Oké, okay, hoppa. Tijd om jou te vermoorden, vriend. Oké, okay, jij moet dood. Even serieus. Oh. Waar kom jij in één keer vandaan? Vriend! Laat me even maar rust. Zo, waar kom jij in één keer uit, man? Zo, ik schrik me dood, man. Die cartoon Sirenet komt in één keer om af. Oh my god. Oké, okay, we moeten het overleven. We moeten ze gewoon allemaal vermoorden van het hele eiland. Is jij dood? Dat duurde lang. Nou, hij is in ieder geval begraven. Dat is in ieder geval hartstikke mooi. Maar waarschijnlijk zijn er nog meer vijanden. Het is niet de eerste keer dat ik iets heb gezien. Ook niet de laatste keer. Ik ben benieuwd, guys. Oh my god. Ja, Sirenet leeft sowieso nog. Er zijn voor mij nog een paar actief. En die gaan we vandaag nu proberen te vermoorden. Want ja, hey, ze mogen niet vrij rondlopen hier. We hebben in ieder geval Cartoon Cat verslagen. Die hebben hier doodgeschoten, heb ik gezien. Oké, okay, dus Cartoon Cat is al dood. Nice. We hebben hier Cartoon Doc. Die hebben we ook al gekild. Dat ben ik zelf ook eigenlijk, maar goed. Geen idee waarom het hier is. Chucky hebben we al voor dood. Oh, jij. Oké, okay, we gaan hem hier naar beneden gooien. Hoppa. Hier, wegwezen jij. Leeft hij nog? Volgens mij is hij dood. Oké, okay, hartstikke mooi. Moet er eentje vermoorden, guys. Oh my god, het laatste is de Sirenet. Oh, Sirenet is daar in één keer. Hoe dan? Goeie. And we're gonna hit him. Of is hij ook al dood ondertussen? Juist, hij is opgeruimd. Of niet? How the hell? Hoe leeft hij nog? Nou, volgens mij is hij mooi dood. In ieder geval hebben we dus iedereen gekild. Oh my god, dit was een spannende match, guys. We hebben het in ieder geval overleefd op het eiland. Want ja, het was best wel bizar. Maar even serieus, die ramen. Zijn die van suikerglas gemaakt ofzo? Wat is het? Je hoeft er maar één keer tegenaan te lopen. En bam, je vliegt er al een kaart doorheen. Even serieus, als we naar boven gaan. Probeer maar eens even door een raampje te lopen. Even wel eentje die nog niet kapot is. Ik wil even hier. Oké, okay, dat is niet. Oké. Okay. Ja, bam. Oké, okay, dat is niet echt bepaald suikerglas als je al een keertje tegenaan hebt gemapt. Maar over het algemeen, als ik dit doe. Zie je? Volgens mij zijn die ramen even suikerglas. En wat zit hier bovenop? Ik heb nog niet eens gekeken, man. Oh, dan kom ik op het dak. Op de roof, man. Wauw. Het is in ieder geval prachtig. En ja, volgens mij zit hij weer echt met alle rust. We hebben in ieder geval Doc Chop. Even kijken of we Chop aandacht kunnen geven, guys. Oh my god. Yo, Chop. Chop? Hallo? Of heb jij iemand doodgebeten hier? Ik kan het niet geloven, guys. En what the hell are you doing there? Even serieus. Oh, die kunnen we niet doodschieten als een vriend. Net als Chop. Nee, Chop. Chop kun je niet doodmaken. Dat vind ik ook beter ook. De rest van de auto's zijn allemaal opgeblazen. Ik ga hiermee afsluiten, mensen. We hebben het in ieder geval overleefd op het eiland. Ik heb het niet verwacht. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik snap niet wanneer er een gat in de vloer is. Ik bedoel, het is wel de snelste manier om beneden te komen. Misschien zijn ze gewoon hartstikke lui. Abonneren, liken, reageren. En ik zie jullie weer later terug bij een nieuwe video. Adios.